Welkom bij deel 5 van Sanne's Thuis Theatertips. Ik ben Sanne Meenink, ik ben theaterprogrammeur van Theaterbouwkunde en straks Mimic. En ik tip je elke week een voorstelling die je gratis online thuis kunt bekijken. Nou, deze week tip ik geen voorstelling, maar tip ik verhalen. Ik ben zelf verslaafd aan theater, maar ik ben ook enorm verzot op boeken. En dat mogen dikke pillen zijn, maar ook korte verhalen. En over die korte verhalen wil ik het hebben. Want Pieter van Scherpenberg is een enorme fan van het korte verhaal. En hij organiseert daarvoor de avonden uitgelezen verhalen. Dat doet hij al jaren in ons theater. En omdat het nu even niet live kan, die avonden, hebben ze bedacht om een van die verhalen te filmen en online te zetten. Het gaat om een Indisch verhaal en het wordt verteld door Martin Schwab en je kent hem van Baantje. Nou, wat moet je voorstellen bij zo'n avond uitgelezen verhalen? De mooiste korte verhalen worden voorgelezen door professionele acteurs en dat is natuurlijk genieten. Ik vind het al heerlijk om te lezen, maar het is ook super fijn om voorgelezen te worden. Dus ik vind het zo'n avond altijd een cadeautje. Nou, een klein voorproefje daarvan kan je dus nu online vinden. De link voor dat filmpje is te vinden op onze website www.theaterbouwkunde.nl. En ik hoop dat je het even gaat bekijken. En dan zie ik je volgende week weer voor de volgende tip. Doeg!